Welkom bij de eerste aflevering van De Stelling. Vandaag hebben we de stelling, wat is nou leuker, het zomerfeest of het winterfeest? Het zomerfeest is natuurlijk lekker warm, lekker in je t-shirtje en lekker dansen. En het winterfeest is wat kouder, met warme chocomelk en slagroom. We hebben Hedde op straat gestuurd om het te vragen. En hij staat nu live bij het centrumgebouw. En over naar Hedde, dat dacht ik ook. Ik ben live, of tenminste, ik sta live voor het nieuwe centrumgebouw. Of in ieder geval wat het nieuwe centrumgebouw moet worden. En vandaag ga ik mensen de vraag stellen, wat hebben ze liever? Het zomerfeest of het winterfeest? Daar gaan we samen achter komen. Patrick, wat heb je liever? Het zomerfeest of het winterfeest? Alle tweede feesten zijn helemaal fantastisch. Ik ben een beetje een zomermens, dus toch mijn voorkeur is het zomerfeest. Maar we gaan nou richting de winter, dus ik kijk nu al eigenlijk wel toch uit naar het winterfeest. Eigenlijk alle twee dus. Eigenlijk alle twee. Ja. Dat is helemaal tof. Dan gaan we even iemand anders zoeken die misschien een andere mening heeft. Ik sta hier naast Ronald en hallo, naast de viskar, dus hoeveel beter kan ik het hebben? Heel goed jongen. Ik heb een vraag aan jou. Wat heb jij nou liever, het zomerfeest of het winterfeest? Als je echt moest kiezen. Als je echt moest kiezen? Ja, ik hou van de zomer. Dus ik ga voor het zomerfeest. Maar het winterfeest kan toch ook? Ja, het winterfeest kan ook. Maar je voorkeur gaat er zo uit voor het zomerfeest. Zomerfeest. Nou, jouw mening nemen we mee in alle andere meningen. En dan gaan we iemand anders om zijn mening vragen. Ik zet 3 stappen verder en dan kom ik Chantal tegen. Hallo Chantal. Hoi. Wat vind jij nou leuker, het zomerfeest of het winterfeest? Zomerfeest. En waarom vind je het zomerfeest nou leuker dan het winterfeest? Gewoon de zomer en veel meer te doen. Veel meer te doen? Ook de zon of het is groter of het is in het winter koud? Alles. De conclusie is dat het zomerfeest wint en we gaan terug in de studio. Nou, Hedda, dankjewel. Nou ja, de stelling blijkt dus dat het zomerfeest dat veel gewilder is. En nou ja, dat was het weer voor vandaag. En ik zie jullie volgende week bij de stelling.